Welkom bij deel 2 van de uitleg van de berekening van een luchtcilinder. Van wat is nou de kracht bij het uitstoten? Dus dat de cilinder naar voren gaat. En wat is dan de kracht eigenlijk dat de cilinder weer naar binnen gaat? Dubbelwerkende cilinder. De student vroeg dat aan mij om dat eens even goed uit te leggen. Dus vandaar even deze video. In de vorige video heb je kunnen zien dat we uiteindelijk op een kracht uitkwamen van 4710 newton en dat was de kracht als de cilinder naar buiten gaat. Dus de maximale kracht, want ja, de kracht van de cilinder hangt dus eigenlijk af van de luchtdruk die je erop zet en de oppervlakte van de cilinder. Nou, als je aan deze kant zet, heb je natuurlijk de maximale oppervlakte en als je straks, dat gaan we berekenen, aan deze kant zit, ja, dan zit toch een stuk van die zuigerstang in de weg. Dus dat betekent dat je daar minder oppervlakte hebt, wat dus eigenlijk ook weer minder krachten betekent. Voor de zon zeggen we gewoon, nou, de diameter van de zuigerstang is 2 centimeter. Daar gaan we even vanuit. Nou, gaan we de boel berekenen. Het eerste wat je doet is de oppervlakte van de zuigerstang berekenen. Nou, dat is beeld blijven. A is een vierde pi d kwadraat. En dat betekent weer die 1 vierde pi. En net als in de vorige film kwamen we dan op 0,785, want pi is 3,14. En hier weet je, staat een keer tussen, oftewel een punt. Ja, en nu pakken we dus de 2 van de diameter van 2 centimeter. 2 in het kwadraat. Oftewel is 0,785 keer 4. En dan houdt het al gauw op met mijn rekenkennis. 0,785 keer 4. Ik had het kunnen weten natuurlijk. 3,14 vierkante centimeter. Dit gaan we weer omzetten naar de vierkante decimeter. Want uiteindelijk, net als in de vorige video had ik gezegd van, ja, de eenheid van lucht, P, ja, is 6 bar. Maar daar kunnen we niks mee. Dat wordt wel vaak natuurlijk in het systeem gebruikt. Dus had ik nog gezegd van 1 bar is 100.000 newton per vierkante meter. En vooral die vierkante meter vind ik hier belangrijk. Dus het getal. Uiteindelijk moet de eenheid naar vierkante meter. En daar zitten twee stappen in van 100. Dus wij moeten het getal delen uiteindelijk door 10.000, hè. We doen stap voor stap om te voorkomen dat je fouten maakt. Dus 0,314. Het getal gaat 2 naar voren, dus dat klopt. En dan doen we dat nog een keer. 0,00314. Yes. Dus dat is de oppervlakte van de zuigerstang. Dus de oppervlakte zuigerstang. Zuigerstang. En nou komt de truc. Wat je nou moet doen is eigenlijk dus de oppervlakte van die cilinder. En dan moet je de oppervlakte van de zuigerstang van aftrekken. En dan dus kijken we naar onze vorige berekeningen. In de vorige som hadden we de oppervlakte van de cilinder al berekend. En dat was A is 0,007. Oh. Misschien is in mijn video 0,0785 vierkante meter. En daar trek je dus nu vanaf de oppervlakte van de zuigerstang. Minus die 0,0000314. Gaan we doen. 0,000785 min 0,00. 3, 1, 4. Een hele hoop nullen. Nou, dan krijg ik zo'n getal. Dat is 7,536 maal 10 tot de macht min 3 vierkante meter. Dat is de uitkomst. Dit maal 10 tot de macht min 3, als die berekenmachine dat geeft, dat betekent dus dat je het getal eigenlijk nog kunt delen door 1000. Dus als je liever met nullen werkt,
Dan ziet het er zo uit. Dus delen door 1000. 0,0. 7, 5, 3, 6. Dus weer die 3 naar voren. En dan klopt het ook. Ja. Oké. Okay. Dat is dus de oppervlakte. Wat we dus eigenlijk overhouden hier op de tekening. Op die cilinder. Ja, als de zuigerstanger afgaat. Nou ja, en dan is het een kwestie eigenlijk van nog eventjes de kracht berekenen. Dus F is dan P keer A, 600.000 keer de oppervlakte, 0,007536. Keer, ik heb het antwoord nog in de rekenmachine staan, dat zul je hier wel zien. Dus een keer die 600.000. 600.000 is 45,21,6 newton. Nou, doen we even de controlevraag natuurlijk. Klopt dat? Nou, je ziet dat ik bij de cilinder, als hij eruit gaat, had ik 47,10. Ja, dus dat is meer dan als de cilinder naar binnen gaat, want dat is 45,21,6. Dus dan mag je ervan uitgaan dat je verder geen rekenfouten hebt gemaakt. Nou, dat is een beetje dus eigenlijk de berekening. Op zich, als je het een keer door hebt, dan valt het best wel mee. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Dus eigenlijk is het zo van, als je wat meer kracht nodig hebt op de cilinder, kijk even naar waar is de cilinder geschikt voor. En heb je nog wat meer luchtdruk over, dan zou je nog wat meer luchtdruk erachter kunnen zetten. Want ja, de oppervlakte zomaar vergroten, dan zul je toch echt een andere cilinder moeten plaatsen. Dit was hem. Bedankt voor je aandacht en graag tot de volgende video.